Vandaag heb ik 200 kijkers en ga... Max! Huh? Mag ik vandaag een keer de intro doen? Oké. Vandaag ben ik met 200 kijkers. Iedere kijker heeft een bootje. Stappen ze uit het bootje, zijn ze af. Halen ze niet één van onze opdrachten, zijn ze ook af. Degene die het laatst overblijft, die wint. Max, ga je het zeggen? Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor, Robin. Ik heb hier oprecht zoveel zin in. Ik ook. We gaan lekker beginnen. Komen, ja. Laat iedereen maar hierheen komen. Hoppakee! Ja, daar gaan ze. En ze mogen gelijk allemaal een bootje pakken. En ze mogen er niet meer uit. Eenmaal in hun bootje moeten ze ook in hun bootje blijven zitten. We geven ze heel even de tijd. Wacht even, ze gaan samen in een bootje. Dat is niet de bedoeling. Samen in een bootje, oeh. A few moments later. Oké, Robin, laten we beginnen. Iedereen zit in een bootje, behalve deze guy. Ik heb een burger. Maar ja, we hebben het al meerdere malen aangegeven. Dit is Burberman. You are unlucky. Nou, trouwens, gun hem maar nog geen... Oh! Nee! We hebben het al meerdere keren gezegd. Geen genade. Laten we beginnen. Haal het glas maar weg. Jij ook, jongeman. Aapje. Nee, je hebt pech. Moet je maar niet uit je bootje gaan. Alright, haal het glas weg. In 3, 2, 1. Hoppakee, daar gaat ze. Oh, wat zit dit te komen? Oh, hoe zijn er nu al mensen dood? Ik zag 2 vallen. Oh, nu al? Hoe kunnen die doodgaan? Oh, oké. Okay. Er zijn 2 mensen gevallen tijdens... Oh, je bent je bootje uitgegaan, Kika kansloos. Ja, dat is net pech hebben. Dat is net pech hebben. Ja, best dan moet je maar niet best op shift klikken. Ja. Ja, dat noem ik ook best wel pech. Oké, okay, Robin, laten we gelijk allebei een kampioen kiezen. Nu al? Nu al, ja. Ik heb deze guy. Ik weet niet waarom, ik vind zijn skin niet heel funny of zo, maar samen met Ang... Dit is mijn duo gewoon. Sport, okay. Adel en Delta. Heb je er 2? Maar ik vind het heel leuk. En hij! Ja! Yeah! Kijk, zie je trouwens op een rijtje zitten. Niet leuk. En ook een pro. Ja, ja. Ja, die zocht ik. Die wil ik. Is dat jouw kampioen? Ja. En ook game pro en heel. Ja, je bent mijn kampioen. Ja. Yeah. Oké, laten we allemaal een challenge uitvoeren. Allemaal naar beneden. Maar... Pas op, je kan door het water zakken. Oeh, nu ben ik benieuwd. Nu ben ik benieuwd of mensen afvallen. Ja. Ze moeten heel voorzichtig zijn hiermee. Want er is kans dat je inderdaad gewoon er doorheen valt. Au, sorry. Sorry. Ah, sorry. Oké, zijn ze... Oh, Nuggie. Schiet nou ook om. Ik kom wel bij je zitten. Met z'n 2, kom maar, ga maar. Ja, en jij ook, zeevisje. Hup, hup. Ik ga met Nuggie. Kom, Nuggie. Voorzichtig samen. Als we het rustig aandoen, kan er niks fout gaan. Zolang we maar rustig blijven doen, kan er niks fout gaan. Nuggie, pas op dat je niet weer omhoog gaat, dan ga je dood. Ik heb hier iemand die nog boven is. Oh, nee. Nee, je bent af. Nee, je bent te laat. De tijd is al om. Oh, echt? Oh, dan gaat er ook uit. Nee. Dag. Nee! Oké, laten we de trappen weghalen en het water hierboven ook weghalen. Terwijl we alles aan het weghalen zijn, blijf je ook gewoon losse bootjes zien. En er zijn er echt al veel af. En mensen blijven ook afgaan, maar dat komt echt door die trappen. Ze moeten voorzichtig zijn bij die trappen. Als ze net te dicht in de buurt komen, dan zakken ze er doorheen. En mensen zijn echt groepjes aan het vormen. Je hebt hier ook de coole gang. Hallo jongens! Dit is het winnende team. 100% is dit het winnende team. Like a boss pass, like a cupcake, like a soft ice. 1, 2, 3. Kwik, kwik, kwik. Hallo! Dirk, waar ga je heen? Wat is je plan, Dirk? Oh, je bent af. Ja, je bent betrapt. Maar wat is je plan? Nee, kom maar hier. Kijk, is een mooi gat voor jou. Hier. Zullen we dit gat gewoon laten ook? Ik vind het eigenlijk wel leuk. Met één ja, dat is gat. Goed. Dirk, jij bent af trouwens. Kan je er doorheen, Kas? Probeer het. Probeer het, Kas. Probeer er doorheen te gaan. Oeh. Even een dikke shout-out naar Kas. Oké, het is weg. Het is zover. Nou, laten we ze dan een parcoursje geven. Maar iedereen is aan één kant. Ja, dus ik ben heel benieuwd naar je plan. Ik ga wat leuks doen. Nee. Nuggie, nog niet. Nog niet, jongens. Nog niet. Hallo. Ja, moet je maar niet voor je beurt gaan, hè. Dan ga je dood. Zo zie je het maar. Oh, we hebben trouwens Nuggie vermoord. Dat vind ik wel sad. Naar de overkant, allemaal. Naar de overkant. Jullie kunnen het. Allemaal voorzichtig via de kleine buisjes. Oeh. Kijk eens hoe voorzichtig ze doen. Ja, ze moeten wel voorzichtig zijn dat ze elkaar niet duwen. Want ze kunnen echt maar 1 voor 1 gaan. Ik bedoel, je kan er niet met z'n 2 over. Het is natuurlijk veel te dun. Oh, ze staan echt in de file. Het is echt leuk om te zien. Maar er is nog... Oh, ik wou zeggen, er is nog niemand gevallen. Maar er is niemand gevallen. Helaas. Oh, dat ziet er toch gewoon leuk uit. Moet je ze gewoon zien oversteken op deze manier. Wat voor invloed heb je dat je gewoon dit kan doen? Het gaat serieus echt gewoon goed. Kom op. Oh, kijk dan. Hij blokkeert ze. Kas. Heel goed. Ja. Ja, hij doet het goed. Het is kut, dus je kan niet echt in ze achteruit. Natuurlijk. Dat is net weer te moeilijk. Oké, haal het water weg. 3, 2, 1. Oh, nee. Ang. Oh! Ang. Oh, my days.
Ik ben een, ja, hij beheert water, beheerst hij al. Hij is een water- en een luchtherbende. Oké, en nu de lijnen terug en dan mogen ze weer terug. Kijk, ze netjes gaan. Ik ga bij Floor in het bootje zitten. Floor, we zitten in de villa. We komen net terug van een drukke werkdag. We gaan er gewoon rustig voor met z'n tweeën. Hey, maar je hebt een beetje een ontstopping hier, Floor. Ik wacht, ik help wel even. Hallo, doorgaan. Ja, nu jij. Ja, doet jij. Goed. Nu jij, Floor. Kom op. Ja. Hup, René, doorgaan. Ik ga hier langzaam de wegen... ga ik afknippen. Kunnen ze geen kant meer op? Afknippen. Behalve hier, aan het einde. En dan wil ik dat die wordt, moet één groot pad. Het moet gefilmd worden. Want ik wil dat ze even een route volgen met z'n allen. Maar halverwege die route zit er een gat in de weg. Dus ik ben benieuwd hoe ze omgaan met een gat in de weg. Bum, 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 bum. Hey, jij daar! Wil je dan meer van deze fantastische video's zien? Kijk dan zeker eventjes op het kanaal. Abonneer dan ook eventjes. Hallo? We gaan voor die 3000 likes. En ja, kijk ook even gewoon alle andere video's en dan... Nou moet je ophouden. Dag! Rondje varen. Jullie kunnen het, jongens. Allemaal rondje varen. Wouter gaat ervoor. Kijk wie als eerste. Kijk hem gaan. Maar Wouter, pas alsjeblieft op, want er zit een gat in de weg. Pas alsjeblieft op voor het gat in de weg, jongens. Oeh, ik denk dat ze er niet echt op voorbereid zijn. Kom op, Wouter. Oh, laat... Oké, maar... Oh, god. Dit is wel eng. Dit is eng wat hier gebeurt. Ze hebben hier een uiteinde en daar kunnen ze niet echt verder, Robin. Ik denk dat ze dat snappen nu, dus laat het... Ja, ja ze... maar nu snappen ze het wel. Iedereen die de verkeerde kant op gaat, die gaat gewoon af. Kijk, ze weer in de file staan. Nu moeten ze echt ons de beurt allemaal hier overheen. Ja. Oeh. Nu gaat het ook een beetje om gunnen, denk ik, toch? En niet duwen. En niet duwen vooral. Kijk, oh, hallo Skyline. Jij bent... Oh, daar gaat er een. Daar! Oh, daar gaat er nog een. Het is een grote ontstopping hier. Het is echt erg. Ze zijn wel voorzichtig met elkaar. Hier en daar valt er een enkeling, maar ja. Ja, daarom gaat het nog niet snel genoeg. Laten we even gewoon wat leuke dingen toevoegen. Maar eerst moeten ze allemaal even de ontstopping hier door en over het hele, hele kleine bruggetje omste beurt. Hier, als mensen heel graag willen... Oh, oh mijn deze! Hij ging er gewoon gelijk voor! Wow! Wat een guy! Oh mijn deze, good kill! Lijp houden. Oh my days. Hier, ik geef ze een beetje de mogelijkheid om naar gekke plekjes te gaan. Hoe ze zelf willen. Zoals hier. Kunnen ze als ze willen naar de overkant. Ja, kijk. Je moet wel snel gaan. Dan heb je meer kans dat je het haalt. Hier hetzelfde. En dan Robin. Laten we PvP even aanzetten. Ja, yep, gaan ze. Ze zijn aan elkaar aan het slaan. Waarom gunnen ze het elkaar nooit gewoon een keertje? Ze zijn altijd gelijk zo gemeen door elkaar in elkaar te mappen. René, vlucht. Er zit een kip achter je aan. Vlucht. Zullen we iedereen anders gewoon een wapen geven? Wat voor... Nee, maar dat is wel heel... Laten ze eerst een stok. Gewoon even slaan. We geven ze een stok. Gewoon een stok waar ze niks mee kunnen. Hey, Kas, het spijt mij enorm. Het spijt mij enorm. Zo, iedereen heeft een stok. Ze hebben een stok, ze kunnen met een stokje slaan. Iedereen straalt ook met niemand, die stok. Niemand heeft elkaar nog gekild. Er zijn nog geen moorden gepleegd. Nee, maar dat duurt ook wel even. Ja, oké, dat duurt wel even. Kijk, ze kijk gewoon hier zitten ze gewoon in een driehoeksverhouding. Zitten ze elkaar te slaan. Wie zou er als is dood? Ik gok dat Mario als is dood gaat. Oh nee, nee, Mario, Mario wint. Iedereen was bang. Ik heb hier het vredeshoekje gevonden. Ja, inderdaad. Daar zit René ook weer bij natuurlijk. Ja, ik kan het zeggen. Die zijn lekker vredig met elkaar. Mooi, je. Mooi stokje. Ja, heel mooi. Ja. Ja, nee. Oh, iedereen kan elkaar buiten de ring ook slaan. Echt? Oh, er zijn hier ook gevechten gaande. Huh? Oké, ik zet PvP eventjes rustig uit. Laat het maar heel eventjes uit. Inderdaad, dan gaan we de arena even net iets gevaarlijker maken. We gaan iedereen even een pijl en boog geven. Ze krijgen 5 pijltjes en 1 boog en we gaan zien wat er gaat gebeuren. Hey, dit hoppa. Nu ben ik benieuwd of mensen... Oh, ja! Oh! Ja, take aim. Ze krijgen allemaal achievements. Ah, wat veel achievements. Maar vermoorden ze elkaar is de vraag. Oh ja. Wow. Ja, wow. Oh my days, ja. Wow. Wat zijn er in één keer heel veel dood? Nou, PvP maar weer even uit. Ja. Sarasol is dood. Huh? René, hoe krijg je het voor elkaar? Wat is er gebeurd? Ik shift. Oh, het was juist je bootje. Oh man. Jongens, we hebben hier trouwens Dikkie Dik aanwezig bij de video. Kom het allemaal eventjes. Dikkie Dik is erg dik, want Dikkie Dik is dik. Let's go. Ze mogen allemaal vanaf rood, of vanaf groen naar rood. En dan moeten ze rondjes blijven varen. Gaan ze verkeerd om, zijn ze af. En ze moeten blijven varen. Ze mogen niet stoppen. En Robin, ik denk dat het leuke is. PvP gaat aan in de tussentijd. Oké, staat aan. En PvP staat aan terwijl ze dat doen. Oh nee, nee. Uit. Wacht. Anders killen ze elkaar hier. Laat ze eerst even voorkomen. Oké. Kijk, ze gaan. Het is best wel een moeilijk parcours om nog te halen. Ze moeten echt zigzaggen van kant naar kant. En ik zie Koen TTV. Die staat op plek 1. My man, my boy, you're doing it. PvP staat aan. Ze kunnen elkaar vanaf nu kunnen ze elkaar ook gewoon blijven slaan. Oeh, sommigen hebben nog een boog. Oh, wat gemeen. Nee,
Je kampioen wordt geslagen, Robin. Hij wordt niet waar. Geslagen, jawel. Oh, nu gaan er echt dooien vallen. Nu, serieus, moeten ze en het parcours blijven doen. En ze mogen elkaar slaan. Geef iedereen anders maar weer 5 pijlen. Of, ja, geef ze allemaal maar 5 pijlen, Robin. Ja? Ja, ja, ja. Ik ben benieuwd wat er dan gebeurt. Als ze het door hebben, gelijk ook. Zouden ze het door hebben? Dat ze... Ja, ze hebben het door. Oeh. Tuurlijk hebben ze dit door. Tuurlijk hebben ze door. Oh, deze guy werd Er wordt gewoon iemand afgeduwd. Nu zijn de echte jemig, wat gaan er veel dood. Oh, snel alle bootjes weghalen. Andersom, allemaal omkeren. Dan gaan ze. Kijk, kijk. En nu krijg je het punt dat je met elkaar gaat clashen. Oh, nu moeten ze ineens omkeren. Kijk, hier is ook een gevecht gaande. Hooibaal wel door. Hooibaal, doe het niet. Dat kan je niet maken. Kan je niet maken, Hooibaal. Ze krijgen een houten zwaard. En dan denk ik echt dat het nu heel snel gaat ineens. Waarschijnlijk gaat het nu echt opschieten. Want nu kunnen ze elkaar echt binnen no time gewoon vermoorden. Oh, maar deze. Ja, zoals nu. Oh, mijn god. Ik ben wel benieuwd. Ik moet hieruit. Ik moet boten. Ja, ja, ja. Ik ook. Laten we het even uitspelen. Zoals dit. Oh, nee. Dat vind ik heel lullig dat je naar beneden valt. En dan ben ik benieuwd. Want nu gaat er even gewoon... We komen een beetje richting de finale. Nee. Wat? Wat is er? Nee. Oh, mijn non-kampioen is dood. Hey, deze guy is uit zijn bootje. Die legendaire YouTuber heeft echt al 4 mensen gekillt of zo. Echt? Dan is hij een legendarische YouTuber. Omdraaien. Want mensen zitten elkaar te achtervolgen. Dus nu kunnen in één keer de chasing kan andersom. Omdraaien. Ze moeten weer omdraaien, jongens. Laten we een soort van een extra route creëren voor ze. Die ze kunnen nemen. Dat ze gewoon... Misschien mogen ze een shortcutten. Misschien. Misschien. Kijk, ik bedoel, ze hebben de mogelijkheid om te shortcutten. Gaan mensen het ook echt doen, of niet? Ja, natuurlijk. Ja, oké. Deze is eng. Deze is eng. En nu... Elkaar gewoon uitmoorden. Oké, nu mogen ze elkaar gewoon uitmoorden. Nu is het gewoon zover. Nu is het feest begonnen. Wil je nou ook van deze fantastische Minecraft-servers? Kijk dan zeker even op kaashosting.nl voor fantastische Minecraft-servers. Einde reclamespotje. Oké, laat ik even wat sneaky, maar ook echt sneaky hier. Gaten creëren. En dan hier in het midden eentje. Oeh, ik wil dat namelijk nog meer mensen gewoon afgaan. Doordat ze vallen er doorheen. In plaats van elkaar vermoorden. Oké, wacht. Laten we PvP even uitzetten. Het staat uit. Het staat uit. Oké. Laten we weer van alles even water maken. En de rust even terugbrengen. Alright, onze laatste kandidaten. Er zijn er nog maar 6, Robin. Zo weinig nog maar. Ja, nog maar weer hier. Riefel, Rowan, Klaxus, Legendary YouTube, WC om PC. Nee, WJ. Oh, WJ om PC. Die neem ik. WJ om PC. Dat is mijn kampioen. Ja, ik ga voor deze. Maurootje. Hij heeft een kerstskin. En Maurootje, het is februari. Ik ga akkoord met hem. Het is maart. Want mijn kerstboom staat ook nog steeds. Kijk, ze met z'n zessen zitten gewoon, hè. De laatste finalisten, de finale. Ze zijn klaar om nu 1v1's tegen elkaar te gaan doen. Robin, wij hebben hier een hele rare vorm. Het lijkt wel een beetje op een soort... Ja, kippetje. Kippetje. Ja, het lijkt op zo'n kippetje die op zijn hurken staat of zo. Maar goed, het is de finale. We hebben twee kanten hier, Legendary YouTube en we hebben hier Klaxus. Die gaan met elkaar racen. Degene die als allereerst bij de lime concrete is, die wint. Die gaat door naar de volgende ronde. Robin, ben je klaar voor de finale? Of ja, de ik wel en jij. We zijn. Ja, ik ben er ook klaar voor. Laat ze maar gaan in 3, 2, 1, go! Daar gaan ze! Oeh, het is een spannende finale. Legendary YouTube, de moordenaar van net. Tegen Klaxus, de weet ik veel, de underdog. Oeh, en YouTube, Legendary YouTube, die staat er beter voor dan de andere. Ja. Hij staat er echt beter voor. Hij is goed ook, hoor. Oh, nou trouwens. Oh, dit wordt de fotofinish. Nou. Ik ga hier tegenaan staan. Ik kijk wie als eerste is. Ja, Legendary YouTube, die wint. Legendary YouTube. Ja, die heeft gewonnen. Ja. Helaas voor jou, Klaxus. Helaas voor jou. Het spijt me. Het spijt me enorm. Nu is het Riefel tegen Maurootje. En ik zou zeggen, laat ze maar racen. Go! En dan gaan ze. Oeh, Maurootje is jouw ding, hè? Dus jij moet voor Maurootje zijn hier. Dat is mijn kerst. Maar hij had een hele dure fout. Dit kan hem duur komen te staan. Ja. Hij staat achter. Hij staat achter in de finale. Oh, maar hij herpakt. Dit is een te dure fout geweest. Oeh, wat was de fout dan? Wat gebeurde er? Hij draaide terwijl hij niet moest draaien. Gewonnen. Rivella heeft gewonnen. De Maurootje, het spijt me enorm. Je was kampioen. Ja, zonde. Ja, erg zonde. En dan nu WJ om PC tegen Rowan 69. Het leuke is, hierna hebben we er eigenlijk nog maar 3 over, Robin. Ja, dat klopt. Dat kan toch eigenlijk niet? Nee. Dat is een probleem, maar dat is een probleem voor de toekomst. Daar gaan ze. Ik denk dat het een valse start, maar dat was gewoon... Ja, dat dacht ik ook. Maar hij heeft wel een goede voorsprong. Het gaat een beetje gelijk op. Jezus, wat is hij snel. Zo, Rowan. Oh, gast. Oh, mijn god, Rowan die durft. Oh, maar Rowan heeft een beetje lag. Dat is het enige.
Ja. Rohan heeft alleen een beetje lek. Dus we moeten goed kijken wie erin is. Maar het is duidelijk. Rohan heeft gewonnen. Zo. En ook Dick ook. Gast, maar waarom zijn allebei onze kampioenen nou af? WJ, PC en Rohan. Hij gaat gewoon weer terug. Nee! Hij denkt, ik ontsnap. Ik ontsnap aan de dood. Dat is goed. Oké, Legendary staat klaar. Maar we hebben een oneven aantal, jongens. En ik had nou de perfecte oplossing. Robin, ga jij nou eens even in het bootje zitten en ga racen met hem. Win jij, is hij af. Wint hij, gaat hij door. En... go! Hoppakee! Oeh, daar gaan ze. Hij had een beetje een slechte start, moet ik zeggen. Oeh, Robin, maar hij haalt je wel bijna weer in, hoor. Oh, dit is close. Oh, my days. Dit is echt zo close. Gast, nee. Robin, je kan het niet maken. Kan je die gasten winst ontnemen? Hoe kan je het maken, Robin? Yeah! Oh, dat kan je niet maken. Dat kwam echt door zijn slechte start. Hij ging veel te laat weg. Oh! Rohan is weg. Huh? Is Rohan... zag ik Rohan nou zojuist lieven? Nou, nee, hij probeert weer te joinen. Oh, ik kan het zeggen. No way dat dit het einde is. Wie is dat? Oh mijn god, Legendary YouTube vliegt. Het is een hacker. Betrapt. Oh, wat ben ik blij dat hij niet heeft gewonnen. Het was een hacker al die tijd. Oh mijn god, ik betrapte hem met vliegen. Nou heeft hij waarschijnlijk net ook gewoon met één bot lopen slaan en zo. Oh, jongens. Allemaal even haat naar hem in de reacties. Hij verdient het niet om mee te doen. Jongens, omdat Legendary YouTube een hacker bleek te zijn, gaan Rowan en Rivella nu gewoon lekker tegen elkaar racen. Robin, je hebt je best gedaan. Je hebt Legendary YouTube verslagen. We hadden al een beetje ons, hoe noem je het, gedachten erover. Suspicious. Dat hij niet helemaal klopte. Nee, ik weet het niet. Suspicious is verdacht. Hij is verdacht. In ieder geval, ja. Rohan en Rivella gaan de finale in met twee donkere skins. Een eend tegen lekker een lekker drankje. Laten we ze allebei een kantje geven. Maar Robin, zoals ze zo staan, laten we ze eerst even bellen. Spreken wij Hallo. Hier met Rivella, dat is Rivel, en Rohan. Sowieso. Ja, wie is wie? Ik ben Rivel. Jij bent Rivel. En jij bent Rohan? Hey, jullie staan in de finale. Jullie hebben het gehaald. Ja, ik merk het. Met bootjes en al. Vinden jullie het spannend? Of? Ja, maar een beetje. Een beetje. Gunnen jullie het elkaar of zeggen jullie van, nee, ik wil eigenlijk gewoon liever de winst? Ik wil. Ja, liever wel, ja. Liever wel, hè? Ja, ja. Ja, oké, okay, nee, dat snap ik. Hey, als jullie allebei even goed met jullie achterkantje tegen de rode wol aan gaan staan, Rivel staat al goed en Rohan moet nog even iets beter staan. Is dat dan niet helemaal goed? Dan is het tijd om te gaan beginnen zometeen. Ik zou zeggen, veel succes. De winnaar bel ik zometeen terug en de verliezer, nou, tot de volgende keer, zeg ik alvast. Leuk dat je erbij was, maar wie weet volgende keer. Alright, Robin, de finale. Het is zover. Rohan tegen Rivella. Ik ga wel bij de Rivella. En dan mag jij go zeggen. Ik weet niet. Ik ben voor de Rivella. Oké, nou dan gaan we er gewoon. Ja, ben je klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Hup! Go! Rohan, ga ervoor. Ik wou het zeggen. Waarom ging je niet? Oh, ja, hij had weer zo'n lag, Spikey. Ah, voorzichtig. Oh, dure fout. Oeh, maar Rohan ook, of niet? Huh? Rohan, die staat gewoon stil. Rohan, wat zijn we aan het doen? Oh, Rohan had lag. Ja. Oh mijn god, maar Rohan staat voor. Dat heeft alleen maar met lag te maken. Voor. Rohan staat wel voor. Rohan tegen Rivella. En we hebben de winnaar. Ja, Rohan die wint. Die was eerder. We hebben de winnaar. Yeah! Degene met gewoon lag, die heeft gewonnen. Hoe krijgt hij het voor elkaar? Rohan, hoor je ons? Ja. Je bent de winnaar. Je hebt gewoon het bootvaar-event gewonnen. En daar ben je blij mee. Ja, ben je er blij mee? Ik wou zeggen dat het was met de boot over de water en pakken, ik veel allemaal. En je hebt een beetje... last. Ja, ik heb... Maar heb ik, ondanks dat je last hebt van je internet... Ik heb echt weinig verstaan van wat je zei, maar ik waardeer het enorm. Maar je hebt toch gewonnen. Ja. Dus ondanks dat je zeg maar je internetproblemen een beetje had net. Ja, het is heel vervelend. Niet door nog. Rohan, het maakt niet uit. Ik wil je enorm bedanken. Ik vind het echt heel leuk dat je hebt gewonnen. Wil je nog een shout-out doen naar iemand? Echt. Niet echt? Nee. Ook niet naar je huisdier of zo? Nee, of niet. Nee, dat is wel goed zo. Dan ga ik zo meteen je prijs geven en gaan wij de video even afsluiten. Vond je deze video dan leuk? Abonneer dan zeker even, jongens. Er gaat heel veel moeite en tijd in deze video's altijd. Like ook even. We gaan voor die 3000 likes. Nee, weet je wat? 4000 likes. 4000 likes. Maar je hebt ook deze video. Kijk vooral gewoon even lekker deze video. Want dit event is persoonlijk mijn favoriete event. Ik denk dat ik deze echt het leukste vind van allemaal. En Robin ook, toch Robin? Nee. En dan nu spreek ik later glazen water over. Wie blijft Bimbo?